Heb jij ooit een koelkast bij jouw computer gewild? Dit is een fucking mini fridge, jongen. Hoppa. Dus niet een joekel van de koelkast natuurlijk. Zoals je ziet kan er maar één flesje in. Of. Haha. Twee blikjes. Of. Een groot blikje. Hopelijk tenminste. Ik hoop tenminste dat er een groot blikje in zit. Ik zeg het op AliExpress. Ik dacht van, het is best wel cool. Maar hiervoor had ik een andere versie gevonden. Die was dan 8 euro. Ik dacht van, nou, het ziet niet heel bijzonder uit. En ik kan maar één blikje in. Ik heb natuurlijk ook wel eens wat grote spul. Soms ben ik wel een beetje een super. En wil ik wat grotes hebben. Dus ik dacht, ik ga even kijken wat er nog meer is. Zag ik deze prachtige mini fridge voor, nou wat was het? 20 euro ongeveer, zoiets. Vaak kwam het wel een beetje op neer op 20 euro. En het lijkt ook echt daadwerkelijk gewoon op een koelkast. Ik bedoel, look at this. Het is alsof je gewoon een dikke Amerikaanse koelkast hebt op je bureau. Dus ik dacht van, qua looks en alles ziet het er best wel vet uit. Even kopen, proberen. En kijken wat mijn prachtige biertjes koud kan houden. Waarom heb ik het ook weer gekocht? I don't know. Alledoos staat ook nog dat je trouwens PC-specificaties nodig hebt. Dus ik heb geen flauw idee wat die allemaal gaat installeren op mijn schijf. Ik dacht net alleen stromen en dan gaat de ventilatortje draaien en that's it. Dus hier hebben we een stuk karton. Dat kan weg. En hier hebben we het grandioze ding. Oh yeah baby. Hij zit verpakt in bubbeltje plastic. En als ik het zo zie, is het ding gewoon helemaal gemaakt van plastic. Dat had ik op zich ook verwacht. Dat is 20 euro, wat wil je? Gaat het draaien? Dit is de achterkant, er zit een ventilatortje in. Maar damn. Yeah. Look at this. Ziet er wel sick uit. Ik heb mijn eigen koelkast, jongens. Die kan ik bij de computer neerzetten. Fuck yeah. Deze plakketjes op de grond, die moet ik eventjes vastplakken, want die zit niet helemaal stevig vast. Dat verwacht je ook voor 20 euro. Dus ja, dit is het dus. Hier beneden heb je wel een aluminium plaatje. Dus ik voornamelijk ga ik er vanuit dat hier gewoon alle kou doorheen komt. De bovenkant niet echt, want dat is gewoon plastic. Dus ik denk dat we het gewoon moeten testen dan, hoe dit werkt. Je hebt hier een switchje, je hebt een aan- en uitknop. Ik verwacht dat dit standje 1 is, dat die gewoon langzaam koelt denk ik. En deze voor de supersonische ultra biertje snel koud modus. Dus dat is echt top. Dus weet je, we gaan het gewoon proberen. Ik heb hier een laptop bij me. Dus eerst even uitzetten en dan even inpluggen. Kijken of hij ook misschien iets installeert op mijn computer. Ik heb een vaag vermoeden dat hij misschien zelfs een virus gaat installeren. Ik heb geen flauw idee waarom je systeemvereisten nodig hebt voor een koelkast. Want ik neem aan dat dit gewoon stroom doorlaat en meer niet. Dus misschien is het al een rip laptop. Oké, dus dat is in principe de koelkast. Dat lijkt me gewoon super vet. Om natuurlijk mijn eigen persoonlijke koelkast te hebben. Lekker een biertje neerzetten als je wat drinkt. Gewoon weer terugzetten. Dat je gewoon even koud laat. In plaats van dat hij gewoon over de tijd lauw wordt. Maar waarschijnlijk drink ik toch al veel zo snel dat het überhaupt niet koud of warm gaat worden. Dus maakt niet uit. Hij doet het. De ventilator draait. Ik heb nu gewoon een lauw biertje erin gezet. En ik ga eventjes over een paar uren kijken of hij daadwerkelijk misschien een stukje kouder is geworden. En dan laat ik jullie alweer weten of het een beetje koud wordt. Oké, modus 1 is dus broke. Dus ik heb nu op 1. Doet hij niks. Maar als ik op 2 druk, doet hij wat. Ja. Dus nu heb ik mijn vertrouwde biertje hier, een Heineken. Ze hebben zelf ook een Heineken op. Dus het is gegarandeerd dat het werkt voor Heineken en Coca-Cola. Dat, als het hier op een doos zit, dan moet het wel goed wezen. Nou, dan gaan we even natuurlijk... Ik moest van mijn lieftallige cameravrouw het via het handvatje doen. Dan gaan we het biertje erin zetten. En we hopen voor het beste. Ik heb een beetje eigenlijk niet... Ik heb niet zoveel hoop hiervoor. Jij wel? Nee. Nee, ja. Ik heb gewoon 20 euro verspeeld aan een domme plastic koelkast. Ik heb gewoon 20 euro verspeeld aan een stuk plastic en een ventilator erin. Wat echt 10 cent waard is. Ja, maar ja, weet je, ik wil gewoon een koelkast hebben. En op zich, als je dit zo op je... Wow. Maar als je dit op je... Kijk, je wilt een koelkast hebben. Ja, als je dit ziet, zeg maar... Wat voor persoon... Wie zegt dat? Want, oh, wil je graag hebben? Een koelkast. Heb jij nooit gehad wat jij vroeger? Ja, misschien een echte koelkast met dit. Hey, koelkast is koelkast. Ga niet spotten met deze koelkast, oké? Maar als je denkt van, oh, ik heb veel eten en... Nou ja, je koud kan... hebben, dan is gewoon dit. Je kan niet twee chipjes bovenop leggen als je wil. Wil je wie dat? Wie doet chipjes in de koelkast? Mensen die chipjes koud willen hebben, oké? Je kan er vast wat in proppen. Maakt niet uit, je ziet het wel. Dus hij is nu bezig. Even voelen. Even voelen met de handjes.
Maar het voelt wel een beetje koud aan. Maar misschien verbeeld ik me dat ook wel, omdat het gewoon aluminium is of metaal of even wat er zit. Dat het gewoon koud aanvoelt. Ik zie jullie zo meteen weer met de eindoordeel. Sinds 6:30 zit het ding erin. Dus ongeveer 4 uren heeft hij erin gezeten. En ik kan jullie nu vertellen dat het blikje, ja, het is koud. Voel maar eens. Is het koud? Ook niet warm. Ja, het is ook niet warm. Misschien is het ook wel een heel groot blikje, misschien om te koelen. Maar uiteindelijk, ze adverteren wel 2 blikjes. Dus dat is net zo goed als de 1 zo'n groot blik. Dus ja, werkt het? I don't know. Ik heb meer het gevoel dat hij gewoon warme lucht verplaatst. En uiteindelijk koelt het misschien wel een beetje af. Tenzij je waarschijnlijk een hele dag wil wachten tot je blikje koud is, denk ik niet dat dit echt de oplossing is voor jouw drankje. Ik denk als jij een blikje uit je koelkast haalt, die 7 graden, 6 graden is, en je hem hierin doet, gaat hij eerder denk ik warme lucht eroverheen blazen dan dat hij daadwerkelijk het afkoelt. Dus ja, zou je dit kopen? Nou, ik denk dat je het niet al weet. Gewoon niet. 20 euro is 1 grote verspilling. Koop het niet. Nu zit ik met de koelkast er weer opgeschreven, weet ik van wat ik hier aan moet. Ik denk dat het van nu gewoon wel een leuk C-stukje is ergens, waar je wat dingetjes in kan doen. Dus als je het op zo'n manier misschien wil hebben, dan zou ik zeggen, betaal lekker 20 euro voor een plastic doosje voor. Koop gewoon een normale koelkast, dan zal je veel betere ervaring mee hebben. Dus jongens, dankjewel voor het kijken, ik zie jullie weer in de volgende video en ik koop geen koelkast van AliExpress. Dat is zo.